Op zondag 18 april viert radiomaker en muziekkenner Conjo Vergeer vanuit het Hofman Café in Utrecht het 15-jarig bestaan van zijn programma Nederklinker. De radiopresentatie in handen van Richard van Meerten en Conjo Vergeer komt vanuit een geïmproviseerde studio. Oh, ben je stil, waar denk je aan? Dat is misschien wel een goede vraag, Conjo. Wat ben je stil? Wat denk je aan? Zo, nou, dat wil je allemaal niet weten. Dat is echt... dat tolt al een half jaar inmiddels. En vandaag is het dan zover. Oh man, ik ben zenuwachtig. Echt waar? Ja, ook, gek, hè? Van mijn reuze mee, terwijl ik eigenlijk ook wel een goede reden heb om zenuwachtig te zijn. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Hè, Nederklinkers 15 jaar. Nou, vertel. Het is echt... ik vind het zo stoer dat we vandaag in Hartje Utrecht zitten. Dat we een internetstream hebben opgezet vanuit het Hofman Café naar, zeg maar, Roulette FM in de beeld. Ja. En dat ik gewoon zeven bevriende bandjes heb uitgenodigd. En de eerste drie die zijn al binnen. Ja, oh, de eerste drie al. De eerste drie die zijn al binnen. Ja, de eerste staat uiteraard al op het podium. En we gaan vandaag vanuit het Hofman Café gaan we vieren dat dit programma al 15 jaar bestaat. 15 jaar, joh. 23 april 2000 ben ik begonnen met die plaat die je net draaide. Ja. Nederklinkers is een programma op Roulette FM dat elke zondag van 12 tot 3 aandacht besteedt aan beginnende Nederlandse bands van niveau. In deze 6 uur durende jubileumuitzending heeft Conjo een aantal van deze bands uitgenodigd om te komen spelen. De eerste hiervan is Echo Movies. Best wel stevig en ongeremd. En hij is dan eigenlijk best wel lief ook gewoon. Ja. Als je bij hem dan een radio interview hebt of zo, want dan, je weet dan gewoon dat het een leuk gesprek wordt. Het album van jullie dat gaat uitkomen. Oh, je hebt hem uitgeprint. Ik heb hem uitgeprint, want hij is er natuurlijk nog niet. Mede dankzij hem zijn we indie disc geworden op Indie XL, waar hij ook draait. Dus op die manier, weet je, hij helpt gewoon echt mensen die net bezig zijn. Gemiddelde leeftijd 18, ja, gok ik even snel. Ja, vandaag vieren we dus dat het programma 15 jaar bestaat. Dus ik ben begonnen toen jullie 3 waren. Ja. Oké, okay, dat is duidelijk. Ja, okay. Ja, doet dit al 15 jaar als vrijwilliger. Ja. Ongelooflijk. Toen lagen wij nog in de luiers. Ja, nou, jij hè? Ja, oké. Okay. Ik had het ook, wilde ik het even checken, want anders ben ik illegaal bezig als ik dit ga geven. Ik wil jullie bedanken dat jullie willen komen spelen. Dames en heren, Echo Movies. Ja, ik vind het echt super vet. Het is echt, echt lang en super dedicated tot wat hij doet. Ja. Het is wel cool, zou hij eigenlijk stiekem wel gewoon een goed salaris voor verdienen hoor. Maar ik loop echt als een trotse papa muziek zeg maar hier rond. We gaan zometeen naar de singer-songwriter en dat is wel bijzonder. Want Dolf Smollenaars die is zeg maar in dit geval één van de twee bandleden, eigenlijk drie. Maar samen met Anne van de Hoge vormen zij Rosemary en Garlic. En in dit geval is Dolf wel even van belang, want hij is fractievoorzitter van D66 in de beeld. In de Zomerklinkers is hij al een keer in de studio geweest bij Roulette okay. FM. En vandaag staat hij gewoon hier op het podium. Okay. I take another step. Talent heeft om mooie nieuwe bandjes uit te kiezen. Dus hij zou eigenlijk de hele festivals moeten samenstellen. Het is wel iemand die super bevlogen is en super veel verstand heeft en alles goed bijhoudt en als eerste early adapter is. Het is eigenlijk ongelooflijk dat hij nog niet zeg maar ontdekt is als het ware.
ja, wanneer ben je dan ontdekt? Ik denk dat die in de goede kringen en scene wel bekend is. Deze ook even van jou. Ja. Ik vond het echt heel tof. Ja? Echt, ja, dat je op je zondagmiddag hier naartoe wil komen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, nou ja, natuurlijk. Ja. Nee, wij gewoon niet ver vanuit de beeld, hè? Nee, dat is waar. Hey Bart, dankt ons dat we hier willen komen. Dat is natuurlijk fantastisch dat hij zijn programma wil maken. Dat is wel het minste wat je kan doen om dan eventjes te komen spelen, toch? Ja. Het valt me op dat hij heel vriendelijk is naar alle mensen. Bijna persoonlijk ook. Ja. Ja, maar dat is denk ik de kracht. En hij kent al die mensen. En kan LSE, omdat hij zo'n persoon is, krijgt hij ze ook allemaal hierheen. En hij geeft ook de leuke bandjes aandacht. Dus chapeau. Ik sprak net Dolle van D66, maar eigenlijk nu als bandlid natuurlijk. En die zei, ja, de enige reden waarom we ook allemaal komen, het is zo'n sympathieke vent, die Konjo. Ben je verlegen van, hè? Uit eigen regio, dit is de Staplab Agenda. Het is de zondagmiddag in het programma Nederklinkers. Hebben we eigenlijk altijd standaard de staplapagenda. Wel iets eerder dan normaal. Maar normaal gesproken is het 10:50 ongeveer. Het is nu iets later dan dat we dat normaal gesproken doen. Maar het is inmiddels wel een vaste waarde in het programma Nederklinkers. Dat we vanuit Staplab gaan kijken wat voor concerten er allemaal zijn. En de twee mannen van Staplab die staan hier bij. Geert en Martijn die zijn aanwezig. Standaard grap is altijd op de zondagmiddag. Ben je al wakker? Bij jou werkt dat altijd, want je bent altijd op zondag aan het werk. Bij Martijn was dat altijd net even anders, hè, geloof ik. Nou, Martijn die hield wel van een feestje. Daar hou ik ook van. Maar op zondag is kantoor leeg. Dus dan is er niemand die je lastig kan vallen tijdens werk. Kan je rustig werken. Martijn komt er heel even bij. Want vandaag is het dan mijn feestje. Maar jullie zijn als Staplab wel al een voort van vaste waarde. Hoe vaak heb ik je wakker gebeld het eerste jaar? Regelmatig. Dat ging met enige regelmaat, ja. Maar uiteindelijk zat het ritme erin en werd ik niet meer wakker geweld. En zullen we het er nu maar op houden dat die zonnebril gewoon echt voor het zonneweer... Is voor het zonnetje, ja. Ik wil jullie wat dat betreft, zoals gezegd, jullie zijn al 2 jaar aan de gang qua staplappen in het programma Nederklinkers. De precieze datum was 20 januari 2013... En al 2 jaar lang staan jullie allebei eigenlijk op zondagmiddag om 10:50 klaar om het programma te helpen. Ik heb er één voor jou. En ik heb er ook één voor jou uiteraard. Dit is de Staplab Agenda. Staplab 030. Hier is Thijs Heij. Goedemiddag. Jee, Konjo, jee, 15 jaar, jee. Oké, en om even goed wakker te worden is hier mijn eerste liedje. En dat heet Zand in je kutje. Oh, Thijs binnen. Ik weet wel dat jullie heerlijk in de zon zitten hier op het terras bij Hofman. Binnen is gewoon live muziek voor jullie. Je houdt van scheiden met open deuren, van keramiek, volgens jou is iedereen. Met daarna ben je ziek en op traumatische momenten doe jij een dutje. Want je hebt zand in je kutje. Je praat over politiek en over het eten. Je vindt Jantje Smit mooi, maar dat moet je zelf maar weten. Je zeurt over schaam maar in het putje. Want je hebt zand in je kutje. Heerlijk die techniek, oh, dat is allemaal live radio. Zand, zand, zand in je kutje, zand, zand in je kutje.
Er zit iemand aan mijn gaatje. Je kutje is lief, je kutje is mooi, je kutje is alles, maar je kutje is een zooi. Je kutje is nat, je kutje heeft zin, maar ik hoef er niks mee, want er zit zand in, zand in, zand in, zand in, zand in. Ik weet wat je doet op straat en onder de douche, met je obsessie voor anale seks en kangeroes. Elke kans om te huilen en te pissen die benut je, want je hebt zand in je kutje. Zand, zand, zand in je kutje, zand, zand in je kutje. Je belt je makelaar op om hem uit te schelden. Was paniek in je ogen toen de dokters jou vertelden dat je beter af bent op de hei in een hutje. Want je hebt zand in je kutje. Zand, zand, zand in je kutje, zand, zand in je kutje, zand, 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 zand in je kutje, zand, zand in je kutje. Ik zit in de knoop, maar mijn oma zei altijd, als iets in de knoop zit, maak er daar niet nog een knoop. Ik zie dat Conjo hier heel veel bekenden heeft. Waar ken jij Conjo van? Ik werk bij Hofman Café en ik organiseer allemaal festivals en dingetjes. En dan mail ik vaak Conjo van, hey, kan je hier iets mee voor in je uitzending? Of is het leuk om een keertje een interviewtje te doen? Of, misschien een leuk beentje wat je een keertje kan uitlichten. Zo, ja, zo kennen we elkaar. Ja. En het is ongelooflijk dat hij dit al 15 jaar doet, hè? Echt dat hij dat elke zondag weer voor elkaar weet te krijgen om weer een beentje te regelen die in zijn studio wil spelen of die hij weer kan interviewen. Die man die kent ook zoveel mensen, die heeft zo'n groot netwerk opgebouwd. Het is echt heel erg tof, ja. Hij doet dit toch wel echt als vrijwilliger, want het is ontzettend professioneel. Ja, ik sta er ook elke keer weer van te kijken. Ook als je bij hem wordt uitgenodigd in zijn studio, daar ben ik ook al een paar keer geweest. Ja, hoe professioneel dat allemaal gaat en hoeveel tijd hij erin steekt. Maar hij is er elke dag en elke minuut is hij er bijna wel in zijn achterhoofd mee bezig. Ja. En waarom is dit niet op, 3FM of zo en dan wel betaald eigenlijk? Ja, daar heb je wel een heel goed punt. Ik denk dat hij het ook leuk vindt dat hij het allemaal zelf mag bedenken. En zijn eigen beentjes die hij zelf leuk vindt of onderwerpen die hij dan zelf echt kan draaien en ook vooral beginnende bandjes echt super steunt met dat ze bij hem langs mogen komen en dat zou toch ook op 3FM of wat dan ook heel goed kunnen? Ja, ik weet niet, ik denk dat je dan toch aan bepaalde regels moet houden van bands die zij graag gedraaid willen hebben en uit de playlist van hun moeten kiezen. Maar alsnog, ja, ik zeg het ook wel eens tegen hem van maar hij is hier perfect op zijn plek, blijkbaar. Tot 6 uur zijn we live vanaf het Janskerkhof in Café Hofman. Ik hoor geluid, dus dat zou wel eens goed zijn. Zullen we nog één liedje doen anders? Nog één liedje doen en dan mogen ze live. De radiomaker, dat doe ik dan al een jaar of 20 nu, denk ik. Dus eerst een paar jaartjes een beetje freewheelen en toen is dit programma al redelijk snel gekomen. Waarom is dit programma niet op 3FM eigenlijk? Nou, dan moet je misschien aan 3FM vragen. Het kan zijn, ik heb het aan anderen gevraagd, die zeiden misschien artistieke vrijheid. Dat is wel, ja. Ik bepaal helemaal wat er in het programma gedraaid wordt, welke muziek er komt, welke bandjes erin komen. En ik weet niet of ik dat bij 3FM zou kunnen. Dus wat dat betreft is dat die vrijheid die ik mezelf heb aangegeven, zeg maar. Ik weet niet hoe je dat precies noemt. Maar je zou wel openstaan voor een gesprek? Tuurlijk, ja. Ja. Kijk, nu is het nog voor een hobby voor me, als ik dat voor mijn beroep zou kunnen doen. Ja. Ja, blijft die microfoon wel? Ja. Ze staat uit op me. Oh, sorry. Nou, close-up die staat dus op mijn punt van beginnen. Ik moet dat bier ook niet nemen, dat is ook helemaal niet handig. She keeps me alive. She keeps me alive. Conjo is voor mij mijn favoriete stalker.
die draait onze plaatjes. Die belt als wij iets nieuws gaan doen. En de passie waarmee hij dat doet en de passie waarin hij staat voor Nederlandse muziek, dat maakt hem wel voor mij een bijzonder figuur. Is bijna voorbij, kon je. Wauw. Ja, we zijn al 5,5 uur onderweg, hè? Ja. En het is zo bijzonder om al die bandjes hier binnen te zien komen. En ze vinden het ook allemaal leuk. Dat is wel heel bijzonder om dat te zien. Maar gewoon leuk. Ja. Laatste bandje zo meteen. Moe? Ja, toch wel? Ja, mag ook wel. Ik merk het wel een beetje. Ja. Maar ik ga nou helemaal allemaal domme vragen stellen als ik interviews moet doen. Bijna om 6 uur, dan hebben we 6 uur lang live radio gemaakt. Voor de lokale omroep en nogmaals om te zeggen, ik vind het wel heel stoer dat we dat als lokale omroep voor elkaar gekregen hebben. Ja, absoluut. Het is zover. We zijn alweer aan de laatste band toegekomen. Hier is de cue. Kom op. Je hebt nu je 15-jarige jubileum. En we vinden eigenlijk dat daar moeten nog zeker 15 jaar bij. Maar ja, daar heb je wel een goede stem voor nodig. En die moet je goed onderhouden. Dus we hebben voor jou een mooi pakketje samengesteld. Goede theetjes, keelstipjes, alles wat je maar wil. De cue, dames en heren. Zo van verjaardag vieren, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat ik dit ging vieren, dat was eigenlijk al heel bijzonder. En na 15 jaar eenzelfde programma maken en zoveel medewerking krijgen van leuke bandjes hier uit de regio, maar eigenlijk uit het hele land, dat was de reden om te zeggen van nou, ik wil het toch gaan proberen om eigenlijk mijn eigen festivaletje op te zetten. En 6 uur lang live en ik ben hartstikke moe nu. Ik ben zo trots dat we dit voor elkaar hebben. Dat we vanuit een andere stad, we zijn van Utrecht naar De Bilt, zijn we aan het streamen geweest. Er zijn 7 bandjes hebben hier op het podium gestaan, een heleboel mensen geweest, heel veel interviews gedaan. Ik ben enorm trots weer.